ik zal wel vertellen, toen ik van school afkwam, toen heb ik bij machinefabriek Breda gaan werken, in de vakschool. En daar heb ik dan een jaar gewerkt. En toen kregen we al, dan werd, hoe heet je ook weer, die van de vakschool, daar zei die potverdorie jongens, dan kreeg je een inval van de Duitsers. En dan gingen wij door de machinefabriek op zo'n dekschuit en dan vlogen wij naar de overkant. En dan gingen we naar huis toe. En die pikten bij al die fabrieken, die jonge jongens op voor arbeidsinzet in die tijd. Op een gegeven moment zou Mussert hier naartoe komen naar Breda. En Driessen, die leidde dan de NSDAP op de Grote Markt. Dat was fantastisch. Hey, allemaal in uniform die luien. En ome Toon en ik gingen er ook naartoe. Maar we hadden een soort flitspui bij, daar hadden we peper in gedaan, een soort peperverdeling. En we stonden ook tussen die mensen in. En die oude Driessen met zijn paard, die stond vlak voor. En ome Toon pakte die spuit, die spuit en die komt en die vloog over de Grote Markt. Met die oude Driessen erop en met een uniform. Dat ging buiten natuurlijk. En we hadden net zo lang gefroemeld, dat we vlakbij, want Driessen stond er op zijn paard in de houding. Hè. En Mussels die stonden op het bordes van Breda, hè, die hield die toespraak. Ik weet wel dat mijn vader ook ergens in de Van Goorstraat, daar zat een hele goede vriend en die had een clandestine zendinstallatie. En daar ging mijn vader ook altijd s'avonds naartoe. En die kon de hele wereld oproepen zo'n beetje. En dingen. En daar heeft mijn vader ook mee geholpen in die tijd. Maar ja. 2 jaar na de bezetting werd mijn vader gearresteerd. Dus er werd gebeld bij ons. En 2 groene politieagenten die schilderden op. Die stonden bij ons voor de deur. Met machinepistolen. En ons vader die was. We waren al een keer geweest. En toen was ons vader over het dak gevlogen. En die was daar. De goting daar was hij gaan liggen. Maar toen was hij net thuis. Dus ze vlogen naar boven toe. En toen hebben ze niet veel gedaan, toen hebben ze alleen gezegd, je moet je morgen melden, daar en daar. En dat heeft hij gedaan en we hebben hem niet meer teruggezien. Hij is achter elkaar op transport gesteld naar Duitsland, naar de IG Farben dynamietfabriek in Trouwsdorf. En 2 jaar en toen stond mijn moeder en mijn zus en ik stonden alleen zonder inkomen. We hebben 2 jaar geen inkomen gehad. Dus die laatste jaar dat ik bij de ondergrondse gewerkt heb, had ik geen vader meer ook. Dat was als moeder, maar meer niet. Hij was een jaar weg en toen stonden er ook s'avonds plotseling 2 officieren voor de deur. En ik loop naar beneden toe en ze gaan staan en ik ging als moeder halen. En die deed open. Hadden ze 2 zware koffers bij daar. Vroegen ze dat ze boven mochten komen. Nou, dan leg de petten weg en deed die koffers open. Die zat vol met kunstleer en kammen en alles. Toen zeiden ze, ja, wij zijn 2 Duitse officieren. Maar uw vader die zit in Trouwsdorf, in het lager. En die hebben dikwijls voor mij de radio gerepareerd en dat gedaan en dat gedaan. En wij moesten naar Brabant toe. En nu komen wij voor jullie eens dat je zo eens met de boeren af kan met wat erom. Die kwamen, die Duitse officieren kwamen dat bij ons brengen. Dat was heel mooi. Nou, dat vroeg je dan of dat hij snaps had. Ja, ze had een bolletje. Dan hebben ze nog flink aan de snaps gezet. Dan zei die ene, ja, ik heb een kaasfabriekje in Trouwsdorf en de andere had ook een. Maar wij zijn helemaal niet voor het regime van Duitsland. Jullie pa die kwam terug, kort voor de bevrijding, ja. Denk ik. Hoe was dat? Ja, was geweldig natuurlijk. Ons moeder was nog niet blij dat je in één keer voor de deur stond. Dat is 2 jaar weg geweest. Ja, en dat je helemaal geen bericht of zo had. Net dat die 2000 officieren gekomen waren, een jaar later. Dan wist hij wat hij zat precies in Trouwsdorf. Een paar maanden voor de bevrijding heeft hij in Duitsland een dynamiet AG heeft hij opgeblazen met springstoffen. En toen is hij te voet en ook gelift gelopen. En toen stond hij bij ons s'nachts voor de deur. En toen 2 dagen later, toen stond de groene politie bij ons. Maar dan lag je weer een beetje in de goot als ze gebeld werd. Dan sprong je achter elkaar dat ik al uit in de goot. En jullie moeder, kon die daar wel tegen de spanning? Ja, die kon er vrij heel. Dat was een stevige tante. Lies, dat was een hele goede vriendin van mij in die tijd. En in de Duitse tijd gingen Lies en ik altijd met de fiets
gingen we naar Gilderijen toe. En dan die boerlijzen, moederschot. En dan gingen we mee naar de basis daar. Want die hadden de koeien op de basis staan bij de Duitsers. En dan zag je daar vanaf Prinsenbos die treintjes rijden met die Duitsers erop naar de basis toe. Bij de Vijfwijkenpoort. Nou, en dan gingen Lies en ik, we waren met Lijzen daar. En dan gingen we dan hooien, want die hadden ook hooi. En wij mochten mee. En dan kregen we, daar waren goede kennis van die boeren, dan kregen we melk met de huis van. Nou, en toen waren we daar goed en wel. En toen kregen we dat zware bombardement op de basis. Toen hebben wij onder hoogschelven gelegen, Lies. En ik en die boeren hoorden allemaal de scherven inslaan. We zagen, er zat zo'n grote stijger, daar zaten die moffen op met de machinepistool, die schoten daar. Stonden die henkels, die ribbenbuis, wij zijn altijd ribbenbuisvliegtuigen, weet je niet, met die ribben erop. En die stond daar vlak bij ons, en eentje verder, stond die daar geparkeerd. En die troffen ze. Die kwamen die Spitfires, die kwamen heel laag over, die jagers. Die kwamen heel laag over, en dan waren we een stuk of acht. En die pakte die kist. Nou, en toen kreeg het mooiste, toen rijden wij s'avonds, rijden we op de fiets. Rijden we van Molenschot naar huis. Zij had een 5 liter melk en wat dingen. Toen kwamen we bij de Bosstraat aan. En de kop van de Bosstraat, daar waren twee bunkers en daar stonden twee Duitsers op wacht. En die hielden ons aan, stop. En die namen de melk in beslag en die namen alles in beslag. Ons fietsen in beslag. En we moesten voorover gaan staan. En ze schreven een briefje op onze rug en we kregen een schip onder onze kont. En toen konden we naar huis toe. Briefje. Alles kwijt. En toen ben ik de andere dag zo... Kwaad was ik dat ik naar de Oskoon aan toe ging. En ik stoof daar binnen en ik zeg, overzier. Ik zeg, mijn vader zit in Duitsland. Ik zeg, wij hebben geen inkomen. Ik zeg, dan nemen ze mijn fiets ook nog af. En die had toch, onvoorstelbaar, allemaal met die zwarte dingen op had hij. En die gaf mij een bonnetje dat ik bij Jansen, de garage aan de Marktsingel, daar stonden al die in beslag genomen fietsen. Een fiets mocht uitkomen zoeken. Dolle dinsdag, toen kwamen die Duitsers allemaal met die huifkarren over de Haagdijk heen, met die paarden ervoor. Die gingen op de vlucht. En lagen wij op dak, en dan schoten wij een paard en een dak met zijn opstand. Was, dus wij lagen daarachter, Toon lag aan die kant, ik lag aan die kant. En dan deden wij met die zware buks, deden net op die kont van een paard. Hè. En schoten we, en die gingen we, verdorie, die gingen de paarden omhoog. Hè. Ik had een zolderkamertje, en ik had heel de nacht al schieten gehoord. Hè. Dat hoorde je echt zwaar geschud. En nou ja, toen we 's morgens, toen kwam die blokhoofd van ons, van de Lukkerschen, die kwam zeggen, zei, ze zijn Breda genaderd tot zoveel. Nou ja, toen tegen een uur of 9 of 10, ik weet niet meer precies, toen kwamen de eerste Canadezen en Polen kwamen over de Aardijk ook binnen. Ja, dat was natuurlijk een gezicht, hè. Oh. Ja, dat was fantastisch, dat is onbegrijpelijk. En toen had ik een vriendinnetje hier, Loetje Oxenaar, een meisje, die waren uit Indië gekomen. En toen ben ik bij Loetje Oxenaar, ben ik naar de Grote Markt in Breda gegaan. En daar hebben we het bevrijdingsfeest. Toen kwamen daar de Canadezen met de tanks en met de motoren allemaal binnen. En al die gieten erop, dat kan ik me nog herinneren op die tanks, want die waren allemaal verliefd op die uniformen in die tijd. Nou, dat was een groot feest, dansen, dansen, dansen. Nou, was fantastisch, zo weet ik wel.